Er staat hier heel wat te gebeuren. Hoe gaan de mensen hier allemaal reageren? 'S Morgens om 6 uur. Een Radio 2 geluid die we hier hebben op het plein. We hebben goed gecommuniceerd, dus ik denk de mensen die hier nu geluid zullen horen, zullen wel weten wat er aan de hand is. Maar het verbaast mij om zo vroeg in de ochtend hier toch al een paar mensen te zien. We zijn hier tot 9 uur, de zender is hier tot 9 uur. En ik verwacht wel rond 7:30, 8 uur, als de scholen gaan beginnen, dat er toch wel nog wat meer volk zal toestromen. Maar het is alleszins wel een heel leuk moment. Ze worden hier ook verwend eigenlijk, hè? Ze worden verwend. Wij hebben straks nog ontbijtkoeken geleverd door onze lokale bakkers. Dus ik hoop dat ik die mensen straks ga kunnen opwachten. We hebben ook koffie, dus iedereen is hier welkom voor een leuke babbel en voor een gezellig samen zijn. Je hebt ook twee verrassingen, nog niet de minste Destelbergenaren. We hebben inderdaad een lijst doorgegeven met bekende Destelbergenaren, want we hebben er heel wat. En er komen er straks twee en dat zijn Ilio Keijsen en Olivier de Schacht. Dus ik kijk er ook naar uit hen hier te ontmoeten. Wat is er zo typisch aan Destelbergen? Maar ik denk dat wij een heel mooie gemeente zijn, een landelijk karakter. Dat is eigenlijk ook wel van vroeger nog, dat er hier grote landhuizen waren. De adel van Gent die naar hier kwam, ook een heel grote erfgoedwaarde. Een heel mooie natuur. We hebben ook mooie natuurdomeinen, zoals het Tamvalleimeer. En ik denk dat wij ook wel een verwantschap hebben met Reinaert de Vos. Want voor het gemeentehuis staat Bruin de Beer en Reinaert de Vos. Dus er is hier echt wel qua geschiedenis toch heel wat te beleven. Met die kastelen, de kastelenroute hebben we ook. En ik denk dat wij dicht bij alles zijn. En dat wij ook wel een gemeente zijn die de drukte van de stad, waar je hier onmiddellijk in een oase van rust terechtkomt, en waar er toch ook op vlak van horeca, op vlak van lokale economie, dat er toch kwaliteit geboden wordt. Dus ik denk dat wij toch wel wat troeven te bieden hebben. Rollercoaster, hoe is er eigenlijk allemaal naartoe gekomen om dat nu als plaat te kunnen uitgeven? We hebben heel bewust, we schrijven altijd heel bewust over ons leven en of dingen die dicht bij ons staan, mensen die we goed kennen, dingen die we zien. En Rollercoaster is denk ik ons leven en dat van veel andere mensen in 3 minuten. Dus we begonnen gewoon die akkoorden te spelen en te vertellen over hoe we ons voelen. En dit rolde er ineens uit. Een klikje naar elkaar. En de ambiance is er. Ja, maar dat is ook het voordeel van een koppel te zijn en samen te zingen. Wij kennen elkaar zo goed dat wij weten... Ja, een knikje vol staan. Wij weten wat een andere denkt zonder iets te zeggen. Wat zijn de toekomstplannen? Meer van dit. Ik denk, we willen heel veel spelen. De zomer, het najaar. Maar we beginnen in Gent.